presenteren u de Tiroler Josti Band. Yes. Het is niet het land dat je trip maakt, maar het zijn de mensen die je ontmoet. Maar hoe kom je nou op een dikke jacht, bij een filmster of op een stier terecht zonder te schooien? Juist, vrienden maken. En die zijn voor het leven. Althans, alleen als ze in ons BFF-boek hebben geschreven natuurlijk. Je ziet het allemaal in Van je vrienden moet je het hebben. Toen Toontje ons uitdaagde om de tent vol te krijgen in ruil voor gratis drank, wist hij natuurlijk nog niet wat voor vlees hij in de kuip had. We hebben hier de Bucket Boys binnen. Een paar van die mafklappers van de YouTubers. Jongens, we gaan een weddenschap aan. Jullie zorgen dat het vol komt. Zal ik jullie drankrekening betalen? Want als er gratis pils op het spel staat, dan beginnen wij natuurlijk te rennen. Come on, Baske! Nou, Tieske, lekker pilske. Proost. Als de bediening niet durft te brengen, dan kan ik hem even lekker brengen. Proost. Dus proberen we Tirols meest spraakmakende entertainer en tevens ons grootste idool voor ons karretje te spannen. Hallo, spreek ik met de konis? Du bist die man van... Genauso, sehr gut, sehr gut. Genauso, sehr gut, sehr gut. Ist es möglich, um Ihnen morgen zu treffen? Auf welchem Uhr? 9 Uhr. Ist das möglich? Ja, 9 Uhr abend. 9 Uhr ochtend ist nicht gut, um Bier zu trinken. Wie viel kostet das? Was wir wollen zahlen? 2 Bounties und 3 halbe Liter Bier. Was fragen Sie nochmal? 300 Euro. Moment mal, ich gucke mal nach meinem finanziellen Mann. Hey du Uli, 300 Euro. 2,5. Er sagt 2,5, aber wir sagen 350 Euro. Okay. Ja, sehr gut. 350 euro, 2 bounties en 3 halve liters dus. Dat is potverdomme niet veel voor een kwaliteitsartiest. En met de wetendheid dat we konies al hebben voor morgenavond, kunnen we op onze lauweren rusten en duiken we met Tante Rina de wijnkelder in. Want daar ligt een speciaal pakketje. Mijn zoon werd geboren bijna 14 jaar geleden, volgende week wordt hij 14. Heeft mijn vader een hele mooie fles wijn ingepakt. In een kist, of 2 flessen wijn, denk ik. Ik heb het nog niet opengemaakt. Hij heeft er een persoonlijke boodschap bij. Een foto van toen mijn zoon nog baby was. Als hij 18 jaar oud wordt, dan mag hij die... Leeft je vader nog? Mijn vader leeft nog. Ja, en ik hoop dat hij dan ook leeft. Een wijntje van je opa die 18 jaar heeft gelegen. Wat vet. Helaas voor de toekomstige kleinkinderen van ons is het gemiddelde biertje na 18 jaar niet echt meer om over naar huis te schrijven. Maar niet getreurd, want wij hebben konies. Die konies Hoepen die belde net dat hij er was. Joep is nu aan het ophalen, maar voor Joep is het echt alsof die koningin Beatrix gaat ontmoeten. Hè? Prinses Beatrix. Dit vindt hij zo vet, die wacht hij al 5 jaar op. Hij is hem nu aan het ophalen. Ja, mooi. Hallo, Thomas. Hallo, Nick. Thomas, hallo. Brauchen Sie etwas zu trinken? Ein Bier? Ah, oh, ja. Wir sind seit 4-5 Jahren Fan von echt, oder? Wir haben dich gesehen beim Paul de Leeuw auf dem holländischen Fernseher. Ja, das war fest. Il parle français. Show de la witi. Florian, okay. Okay. Perden null. Je had 8 miljoen views op de video. Ja, 7,5. Ja, ik droog. So do you feel like a star now? Nah, no. Different things. Still. Ja, ja. Oh, ja, ja. König unter den Bieren. De koning onder de bieren. At last. Op hier. Oké, okay, cheers. Cheers. Op die hoepen. Op die hoepen. Op die hoepen. Sehr gut. Ah. 1,5 Liter, wir haben noch 2,5 Liter und 2 Bounties. Und 2 Bounties, ja. Und 2 Bounties. Cheers! Are you a playboy? Compliments about your earring. Give him a porn star. A porn star? Never heard about it. I'm a porn star. Dit is een droom die uitkomt, hè, volgens Joep. Ja, ik vind het zeker wel echt heel mooi. Ja, hè? Ik heb die doet iets bij jou, hè? Ja, ja, ik heb echt al jaren geleden op tv gezien dat dit bestond. En toen we naar Tirol gingen, op zoek gingen naar gekke Tirolers, toen dacht ik meteen, deze wet moet wel. En we hebben hem. En kijk wat een fucking mooie lul het is. Nice. Don't drink and drive, you better smoke and fly. Mijn vriend, kunnen ze hier wat spelen, Jens? Dan speel maar, doe. Het moment is daar. Mijn grote held, Konings Huber uit Tirol is hier en hij kan dit!
What do you think it's on the window? Ja, your logo. Take the cover. Cover. Ja. We missed somebody. De konings moest hier komen. Three beautiful faces. Ja, look really good. Wij zijn Thijs en Jungleveld, Bucket Boys, en wij dachten, wat RTL kan, die staan hier achter. Dat kunnen wij ook. Kennen hem misschien van Dunbart, jullie kennen hem misschien van Paul de Leeuw. Heeft 8 miljoen views op YouTube, uitgezonden op de BBC en wordt over heel de wereld ingevlogen om zijn unieke kunsten te doen. En daarom wil ik graag Chic en Exota bedanken dat zij het mogelijk maken. Jongens, give it up voor Konings We have a connection because you are one crazy motherfucker and we are two crazy motherfuckers. Oh, so write down whatever you want. Never stop drinking. Tooting. Okay, drinking. Net als je denkt dat je Tirol wel behoorlijk hebt uitgespeeld als Konings op je feestje is geweest, lopen we Peter tegen het lijf. Een ras-echte jodelaar die zelfs met soeplepels, koeienbellen en holle bomen muziek weet te maken. Ja, er mist natuurlijk nog één ding op onze trip, want je kan niet naar Tirol zijn gegaan zonder een jodelaar gesproken te hebben. We hebben nu van niks de trui aan. Gisteren hebben we Peter al gesproken. Hij komt hier vandaan, is ook een typische jodelaar en dit is zijn stamproef. Ja, en het belooft veel moois te worden om te kijken. Alpenspectakel Peter, je staat hier met zijn althoorn. Ja. En de rommels en zijn broer? Ze zijn allemaal bij. Een goedemiddag. Hallo, de Peter. Wat goed. Hallo. Goed. Hallo, Joep. De broer. First beer or first? In mijn eerste zijn schnaps. Dit serieus, ik vroeg me eens mezelf af, hoe sta ik alweer met bier? Maar dat is gewoon echt een cultuur. Het wordt zit hier gewoon ingewikkeld. Iedereen overal aan pilsen. Ja. En aan schnaps natuurlijk. In Tirol is in mijn eerste zijn schnaps. Ja, hij zegt het zelf al. Oeh, wauw. Is dit deine hand, tassen? Oh, kannst du jodeln? Jodeln? Ja. Dit is jodel uit het Frans. Ah, ja. Jo de la Viti. Jo la de Viti. Tikke-takke. Hoi. Tikke-takke. Hoi. Okay. Und da muss man aber den Kehlkopf für das Jodeln ein bisschen hypnotisieren, also ein bisschen betäuben. Okay. Tikke-takke. Hoi. Potentieel. Hij had zeer veel potentieel. Zeer veel potentieel. Het wordt er niet beter op als ik er nog meer neem, denk ik. Zit hoor. Productieteam. Also, dat is de schnupfmachine. Je moet met de nase, dan zie je dat. Ja, dan zie ik het neus. Leuk, hè? Wir haben hier den Jodeltext, gell? Hola, rea, hui, di, ri, di, lule, jo.
Hola rea, hui di riddle dulio. Hola rea, hui di riddle dulio. Hola rea, oh, hola rea. We lost our voice yesterday. We missed nog geen hadden. Zing allemaal mee thuis. Holaria. Harder, we horen jullie niet. Ja. Ja. Ja, klinkt goed. Klinkt goed. Holaria. Zorg dat je door dat beeldscherm heen zingt. Ik krijg een beetje een déjà vu van gisteravond. Toen Koen zat te kakken in onze kamer. Klonk ook zo. He has the same sound. Dames en heren, we presenteren u de Tiroler Josti Band! Yeah. When you listen really good, be quiet, we call in the Alpenhoorn. Ja. Dat is een woordgrap, kom die aan. We can put some snaps in here. Thanks, zijn het de voorlopers van de Aboriginals? Jets, wacht meer! Mag. Dit is geen act, hè? Dit is geen act, dit is gewoon echt. Ah! Oké, Sam. Hallo, 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 die heist een stuk. Ik bel je zomaar even op. In jullie glas pasta en een pils. Ja. Prost! Prost! En ze blijven lekker. Ze worden zelfs steeds lekkerder. Ze worden steeds lekkerder, ja. Na 4 dagen zijn ze nog lekker. Ja, maar we moeten er wel, we kunnen wel wat van hem leren. Before we go, we hebben een best vriend. Bestes vrienden voor altijd. Voor altijd. Ja, boek in de sommer. Hey, super, super. Hey jongens, aan mijn schorre stem te horen, die, waarvan ik zeker weet dat jullie hem ook allemaal hebben. Zitten dagen erop. Man, wat fucking zwaar is dit, zeg. Ja, niet het skiën, maar vooral het zuip. Maar jullie zijn merken waarvan we kunnen dromen. Er zijn veel reisprogramma's en die hebben allemaal restricties. Mogen dit niet en dit niet, want dan wil die brand, dat brand wil dat dan niet. Jullie hebben ons carte blanche gegeven en volgens mij hebben we dat waar gemaakt. Zeker. Ja, en wat vooral ook belangrijk is, we gaan altijd, ons grote thema is vrienden maken. En jullie hebben dan toevallig wel alles betaald, maar gasten, ik heb fucking 4 dagen met jouw lepeltje gelegen. Sorry daarvoor. We zitten te schuiven. We zitten met de deur open, alles kan. Met z'n 5 hebben we een blote lul in de sauna gezeten. En dat doe je niet als zakenpartners, maar dat doe je wel als vrienden. Dus en, laten we afsluiten met een hele grote groep. Ho. Dan mogen wij nu wel even in het vriendenboek schrijven. Ja, jullie komen er zeker. Tuurlijk. Weet iemand trouwens, draai die camera eens op! Olé van Zanen! Olé van Zanen! Hij is een vrijgezel!